Welkom en leuk dat jullie kijken. Ja, vandaag wil ik het eventjes gaan hebben over de hobby metaaldetectie en dan vooral het starten daarvan. Zelf ben ik nog eventjes wezen zoeken dit weekend. De vondsten waren niet heel spectaculair, ik zal het nu eventjes in beeld brengen. Maar dat is ook wel eens goed. Je kan niet altijd 6 gooien en dat geeft toch eens even de gelegenheid om nou eens te bespreken hoe jij goed, gericht en netjes te werk kan gaan. Want dat zijn toch wel echt de belangrijkste punten bij het leuk uitvoeren van deze hobby. Nou, wat zijn de voordelen van netjes werken? Als jij netjes een kluitje uitsteekt op de manier hoe het hoort. 1 keer steken. 2 keer steken. 3 keer steken. Zodat jij echt een half kluitje hebt met een scharnierpunt. Je klapt het kluitje om. Je haalt je vondst eruit. Klapt het kluitje terug. Alsof je nooit bent geweest. Dat is netjes achtergelaten. Je bent snel klaar. Je kan snel door naar je volgende vondst. Alleen maar voordelen. Dus dat is voordeel nummer 1. Snel te werk. Netjes te werk. En het voordeel ook daarvan is dat wanneer jij een half kluitje steekt. Je hebt dat scharnierpunt, dan zit het nog vast, vooral bij gras, dan zit het vast aan de rest van het gras en droogt het minder snel uit. Wanneer je hem helemaal rond zou steken, dan heb je een kluit op zich en dan staat hij nergens meer mee verbonden met wortels en dan droogt de kluit eerder uit. Vooral bij droog weer moet je dat zeker niet willen. Het tweede voordeel van netjes werken is als jij ergens toestemming hebt bij een boer, landeigenaar, ik noem maar wat. Je mag bij iemand in de tuin zoeken. Ja, als jij het netjes achterlaat, jij ruimt je vondsten op, dan is de kans alleen maar groter dat je nog een keer terug mag komen. Die mensen zijn blij dat het er gewoon netjes uitziet. De grond is schoner geworden. Dat is het derde voordeel. Hoe jouw vondst er ook uitziet, of het nou een topvondst is, een iets mindere vondst, of het is gewoon zelfs rotzooi. Je neemt alles mee in je vondstentas. Als jij dan in een gebied bent waar jij leuke vondsten doet en je komt nog een keer terug, dan zijn die valse signalen al uit de grond, want je hebt het opgeruimd. Dus de kans op succes van leukere vondsten wordt steeds groter. Dus dat zijn in de hoofdlijnen de 3 voordelen van netjes werken. Het gereedschap waarmee jij zoekt, dat bepaalt ook hoe netjes jij kan werken. Want ja, ik heb hier een aantal scheppen staan. En welke schep zou jij nou gaan gebruiken als jij in een mooi strak gazon of in een mooi parkje, wat mooi is aangelegd, welke schep zou jij dan nemen? Zou je dan deze meenemen? Ik zou persoonlijk zeggen van nee, want dit is nog echt wel een beetje te lomp en te grof. Dat zou ik toch niet doen. Of eigenlijk gewoon doe het niet. Dus die zetten we even aan de kant. Wel goed voor als je trouwens naar het strand gaat. Helemaal geen probleem. Daar kun je nog eens even lekker oefenen. En kijken wanneer jouw detector welk signaal oppakt. Wanneer die echt... Of ligt die dan onder de schotel, voor de schotel. Dan kun je een beetje oefenen. Ja, ik heb ze ook gezien. Ik heb sommigen ook zien lopen met zulke scheppen. Helemaal geen kritiek, maar ook met deze schep. Ga lekker naar een speeltuintje met zand of naar het strand toe of een meertje waar zand ligt. Ga nog even lekker oefenen, mocht jij nog geen andere schep hebben. Want hier kan je al helemaal niet netjes mee werken. Dus ook die zetten we even aan de kant. Dan komen we bij deze sleuve spa. Ja, dit kan wel heel goed. 3 steekjes, kluitje omwippen, je vondst pakken, kluitje terug en je bent klaar. Dus deze, dat zou al heel goed kunnen. Het enige nadeel daarvan is dat hier de randjes een beetje smal zijn voor je schoen. Ja, misschien gaat het dan eerder glijden ernaast. Dus dat is dan weer iets minder. Maar het zou heel goed kunnen, deze. Dan heb je echt een schep die speciaal is gemaakt voor het zoeken. Er zijn hier ook bredere voeten op. Gaat je schoen minder snel stuk. Je kan lekker rechtop blijven staan, want de steel is lang. Hup,
Ook 3 steekjes, kluitje omwippen en je bent weer klaar. Ik zie ook dat deze scheppen en dan is de steel half zo lang. En eigenlijk begrijp ik niet zo goed waarom je dan voor zo'n schep zou kiezen. Want ja, of je moet zelf laag bij de grond zijn, maar ja, als je met zo'n korte steel je moet bukken en met een hele dag zoeken, dan ga je het toch in je rug voelen. Dus waarom zou je gewoon niet lekker voor een wat langere steel kiezen waar je rechtop bij kan blijven staan? Dus dat is eigenlijk ook gelijk de gezondheidstip. Denk aan je rug, je werkhouding. Dan hou je het langst uit, heb je het meeste plezier. Maar dit is een goede schep. Dit is helemaal top. Nou, dan zie ik ook nog zoekers. Wel eens met de bekende pionierschop zoeken. Ja, zelf zou ik hier ook niet zo gelukkig van worden. Je kent ook weer, je moet weer bukken, je zit er, ja, je moet op je knieën gaan zitten. Ik vind het niet makkelijk. Het kost je ook weer tijd en energie. Zelf zou ik er geen voorstander van zijn. Maar ja, mocht jij nou wel het prettig vinden, ik hou je niet tegen. Maar nee, zelf persoonlijk zou ik het niet doen. Nou, deze hebben we nog. Die is speciaal voor het strand zoeken of onder water zoeken. Je kan scheppen nemen, je kan het eruit zeven. Dus dat is speciaal voor die gebieden. En gezondheidstip 2 is, ik heb het al eens in een van mijn eerdere video's gezegd. Gebruik knielappen. Je moet toch inderdaad ook wel meerdere keren op je knieën gaan zitten om toch even de vondst te pakken. Soms is de grond nat, dus echt ook slecht voor je gewrichten. En het is sowieso wel lekker dat je knieën beschermd zijn. Op de latere leeftijd ga je hier zeker blij mee zijn dat je deze vaak hebt gebruikt. Want als je het niet doet, dan ga je dat zeker merken naarmate je ouder wordt. En dan krijg je alleen maar klachten. Dus gebruik zeker kniebescherming. Handschoenen voor je handen. Er kan glas in de bodem zitten, scherpe dingen. En ik was het grasmes nog even vergeten. Met grasmes kan je ook nog net eventjes een klein stukje eruit halen. Als je nog net helemaal je vondsten niet uit hebt. En je hebt hem toch met de pinpointer gelokaliseerd. Dan kun je hier nog even het laatste stukje ermee uithalen. Nou, dan hebben we eigenlijk wel alles een beetje besproken. Ja. Dus het komt erop neer, netjes werken is het allerbelangrijkste. Dan kan jij met alle plezier deze hobby blijven uitvoeren. En dan heb ik nog, nu we het eigenlijk dan toch allemaal ook over scheppen hebben en toestanden. En om een van jullie sowieso wel op de goede weg te helpen, ga ik bij de 1750 abonnees, ga ik minstens net zo'n mooie schep als dit, of nog beter zelfs, ga ik als prijs weggeven. Wat moet je daarvoor nu nog voor doen? Nou, eigenlijk niet zoveel. Lekker blijven kijken. Wat je wel kan doen is je familie enthousiast maken. Je collega's, vrienden, noem het maar. Laat ze ook allemaal abonneren. En dan kunnen ze meedingen om die prijs te winnen. Voor jou ook. Dan misschien heb jij dan eerder de prijs binnen. Goed, ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze informatie. Dan dank ik jullie voor het kijken. En dan hoop ik jullie snel te zien bij een volgend avontuur met hele gave vondsten. Tot snel!